Boudestaal, u bent voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Banken. En u heeft een brief gestuurd naar de politiek, zeg maar. Waarin u betoogt dat de toon die de politie aanslaan als het gaat over het debat om de bonus bij banken, dat die helemaal verkeerd is. Het is in het verkeerde keelgat geschoten. Wat doen ze fout? Nou, kijk, laat ik allereerst zeggen dat de politiek tot taak heeft maatschappelijke onrust te vertolken. Dus volkomen terecht dat de maatschappelijke boosheid over beloningen bij banken vertolkt wordt door de politiek. Maar waar ik voor wil waarschuwen is dat we daarin doorschieten. Ik vond een dieptepunt de motie die is aangenomen in het debat, hè, dat 100% teruggehaald wordt. 100% belast werd met terugwerkende kracht. Ja, dat is een motie waarvan je van tevoren weet dat die onuitvoerbaar is. En dat vind ik, dat kun je niet maken. Als je dat heel onaardig wil zeggen, dan is dat kiezersbedrog. Want dat is die motie kan niet waargemaakt worden. Ja, er zit een motie tegenover u die dat heeft gedaan, hè? Bovendien is het een motie, is gesteund door de Partij van de Arbeid. Bovendien is het een motie die de Wall Street Journal haalt. En niet op een positieve manier, die daar iets zegt over het vestigingsklimaat. En waar ik nu aandacht voor vraag, is dat met inbegrip van de maatschappelijke begrip voor de maatschappelijke onrust, met inbegrip van het feit dat de politiek die rol moet vertolken, dat de politiek ook geleidelijk aan zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid moet oppakken en moet kijken, wat willen wij met de financiële sector in dit land? Mm-hmm. Want de financiële sector staat door de negatieve spiraal waar we in zitten met die discussie onder druk. Maar wat is er mis met de toon? Want u hebt nu gezegd, die motie... Nou kijk, waar het mij een beetje om gaat is dat beeldvorming het wint van feiten. He, er wordt gesproken over de code. Er is vorig jaar een code afgesproken met het kabinet waar de heer Plasterk deel van uitmaakte en met instemming van de Kamer geaccordeerd. Die code is ingevoerd. Die code zou over een jaar geëvalueerd worden. Dat gaat in september gebeuren. Er wordt voortdurend geroepen dat banken zich niet aan die code zou houden. En men verwijst dan naar Morgan Stanley, geen Nederlandse bank, naar Barclays, geen Nederlandse bank. Mm-hmm. En dan wordt de sfeer gecreëerd van die banken lappen de code aan hun laars. Daar is geen enkele bewijs voor. Om die toon even te laten zien, want het vindt allemaal plaats in de Tweede Kamer, even een fragmentje van een debat. De bonus van de ING-topman, wat vindt u daarvan? Dat vind ik afschuwelijk. Ja, en nu? Proberen straf uit te delen aan ING door die bonus terug te halen via een belastingmaatregel. De bank ligt nog aan het staatsinfuus. Het klantvertrouwen is lager dan ooit en dan dit. En nou juist die staatsgesteunde banken, die geven het verkeerde voorbeeld door toch weer bonus uit te keren. Het is de omgekeerde wereld. Voorzitter, een mega missen vanuit de bankentop. Dit is dus niet het terugwinnen van vertrouwen. Dat vertrouwen gaat niet met één paard. Dat gaat met 10 paarden. Dit is toch een idiote toestand. Waar gewoon een ongelooflijk negatief signaal van uitgaat. In de richting van een samenleving die op dit moment ook echt de gevolgen van de crisis steeds meer gaat merken. Ik zou graag zien dat de minister hier een heldere taal van zegt wat zijn morele oordeel hierover is. Dat is wat u bedoelt, deze toon. Nou, we moeten ons even bedenken dat de code is geaccordeerd door het kabinet en door de Kamer. En die code wordt nageleefd. Ja. Dit debat ging over een situatie bij een van de banken, ING, maar ik wil het niet over individuele banken hebben, waar een nadere voorwaarde gesteld, omdat het een staatsgesteunde bank is. Maar we moeten ons even voorstellen, er zijn 43 banken die hebben die code getekend. Mm-hmm. En inclusief de staatsgesteunde banken houdt men zich aan die code in de beloningsparagraaf. Ja. En nou ontzeg ik de politiek niet het recht om daar nog iets meer van te vinden. En ik ontzeg de politiek ook niet het recht om anderen mee te krijgen. Maar we moeten ook naar het publiek toe wel helder houden dat de feiten ook voor zich spreken. Ja. De sector heeft die code opgesteld, de sector neemt die code na. Ja. En waar wij nu voor waarschuwen is dat wij grote risico's lopen met onze financiële sector. Willen wij ons economische welvaart, willen we dat kunnen behouden? Welke risico's dat heeft, daar komen we straks op. Laten we even bij dit punt blijven, anders lopen we te ver weg. Ronald Plasterk. De codebanken, zoals meneer Staal heeft gezegd, is tot stand gekomen in het kabinet waar u deel van uitmaakt. ING houdt zich eigenlijk aan de codebanken. En u pleegt kiezersbedrog, zegt uw opponent, door dan mee te stemmen met een PVV-motie om zo'n bonus 100% te belasten. Ja, omdat die niet uitvoerbaar is. Hè? Je mag die verwachtingen niet wekken. Nee. Ik kom zo op die motie. Het is, als ik het nu zie, dan mijn boosheid was een beetje gedaald. Mm-hmm. Maar als ik nou die brief van vandaag er weer bij zie, ik vind het, mag ik het zeggen, toch een pedante brief. En die hele toon ook van, ja, u heeft het recht om de boosheid te vertolken. Ik bedoel, ik bepaal zelf wel of ik ergens boos over ben. Dat ik niet dat ik andermans boosheid vertolk. Toen ik in dat debat, staande dat debat, hoorde over een bonus van 1,25 miljoen. In een situatie waarin iedereen gewoon de broekriem moet aanhalen. Dan denk ik, en het is een debat waarin je praat over wat hebben wij geleerd
van de crisis. Dan heb je toch niks geleerd. En dan krijgen we een brief en u zegt, ja, ik ontzeg u niet het recht op een standpunt. Maar dat is toch de omgekeerde wereld? Dat de banken nu tegen de politiek zeggen, ik vind de toon niet goed. Terwijl we twee flaters hebben gehad in één week. Van de eerste ING en dan dat leaseplan met weer bonussen. Die stonden ook, hingen aan de garantie van de staat. Dan moet je toch eerst als sector zeggen, jongens, we zaten er helemaal naast. Nee, dat meneer staat Plasterk, met alle respect, we zaten er niet naast. De banken hebben zich gehouden aan de code. De code die door uzelf, het kabinet waarin ze het vastgesteld. Ja, laten we daar even blijven, want anders blijft het hangen. Dat is dubbel. Ja, de code is niet vastgesteld. Dat is een code van de banken zelf, waarvan het kabinet heeft gezegd, oké, wat ons betreft moeten we dat doen. Maar het tweede is, die code stelt... Nee, Plasterk, dat is naast de feiten. Dat is naast de feiten. Die code is in samenspraak met minister Bos, daar is veel over gesproken, is die code vastgesteld. Dat is iets anders dan dat het is vastgesteld en is het kabinet gepasseerd. Maar nu even. En daarna hebben we samen een monitoringcommissie ingesteld. Dat zijn de feiten. Ja, ik was inderdaad nog helemaal klaar. Die code die stelt uiterste grenzen aan wat er uiteindelijk zou mogen. Ja. Eén daarvan was van, nou ja, je mag uiteindelijk een bonus en die zou 100% van het vaste salaris mogen zijn. Wat schetst een ieders verbazing, we zagen het net op het filmpje, dat in het eerste jaar dat de ING niet meer verlies maakt, maar nog steeds overigens in de rode cijfers staat, omdat er nog schuld aan de Nederlandse belastingbetaler moet worden terugbetaald, dat men meteen 92% van het vaste salaris aan bonus erbovenop kwakt. Maar binnen de code dus, hè? Binnen de code, maar dan zeg ik, je hebt toch ook zelf hersens? Je kunt toch zelf, al die bankmensen zijn zulke verstandige, wijze mensen. Die kunnen even zelf met alle respect, ik begrijp wat u zegt. Ik kan het in mijn positie als voorzitter niet over individuele banken hebben. Dat moeten we ook niet doen. U verwijst naar die brief waarin ik iets zeg over de toon. Als wij als branche zeggen dat de Kamer volkomen in haar recht... Dat mag ik toch wel zeggen. We zeggen dat u terecht kijkt naar de maatschappelijke onrust wat u daarmee doet. Daar zeg ik niks mis mee. Ik zeg toch niet dat ik toestemming geef? Nou, u zegt u terecht omdat... Ik mag toch een mening hebben over wat de politiek doet... zoals u een mening hebt over wat banken doen. En waar het ons nu om gaat, is dat wij in deze brief aandacht vragen voor het feit... dat inmiddels onze financiële sector samen met u als overheid voor grote problemen staat. De woningmarkt moet gefinancierd worden, de gezondheidszorg, de infrastructuur. Voor duurzaamheid is de komende 15 jaar 20 miljard nodig, om maar wat te noemen. Wat voor betrekking heeft dit op de bonussen? Waar het betrekking op heeft, is dat als ik het heb over de discussie over banken, dan heeft die medaille twee kanten. Wij zullen als banken er alles aan moeten doen om dat vertrouwen te herstellen. Nederland loopt voorop met de beloningen. Wij zijn een voorbeeldfunctie in het buitenland. Het voorop bedoelt u met de bescheidenheid? Met de bescheidenheid. Ja. We hebben als enig land een code. Wat wij graag willen is dat die vertaald wordt naar Europese normen. Daar zijn we ook hard mee bezig. Daar is de minister ook mee bezig. En in die discussie, wat misschien ook nog wel een proces van vallen en opstaan is, wordt in elk geval aan die code voldaan en proberen wij die Europese normen te krijgen. En wat ik dus nu zie, is dat de financiële sector voortdurend in zo'n kwaad daglicht wordt gezet dat wij met de financiële sector achteruit hollen. Ja, u beschadigt de reputatie van de financiële sector. Maar mijn stelling is dat de financiële sector op deze manier met zo weinig zelfinzicht, ook als uit deze brief van u vandaag weer blijkt, reputatie beschadigt. De Rabobank, een respectabele Nederlandse bank, die heeft met 30% maximaal bovenop je vaste salaris hele goede mensen in die. Kijk je ook zo naar de Nederlandse Eredivisie, waar de halve Nederlandse Eredivisie verdient meer dan de topbankiers in Nederland. En die clubs worden allemaal betaald door kijk- en luistergeld, door gemeenten die de club overeind houden. Dus de halve Nederlandse Eredivisie verdient meer dan de topbankiers. Ja, het is een goede vraag. Ik vind dat de bankensector is een nutssector. Wij moeten allemaal, we moeten er naartoe om ons om te lenen, om ons salaris te krijgen. Ze kunnen voor het betalingsverkeer. Ook niet omvallen. Ze kunnen niet omvallen. Dus als het misgaat, komt uw sector bij de belastingbetaler en zegt, mogen wij alsjeblieft 30 miljard, want anders gaat het mis. Dat zal dan ook moeten. Maar dat betekent dat wij inderdaad bij u in de keuken moeten kijken. En de les die we van de crisis zouden moeten leren, is dat je met die extreme betaling prikkels mensen aanzetten tot verkeerd gedrag. U haalt twee dingen door elkaar, meneer Plasterk. De prikkels, daar ziet de Nederlandse bank op toe. Dat
is er helemaal uitgeorganiseerd door het toezicht van de Nederlandse Bank. Als het gaat om de absolute beloningen en het variabele deel, loopt Nederland voorop. En hopen wij ook dat die code zijn uitwerking heeft op Europese normen. Maar waar het mij nou om gaat, is dat het een en-en-verhaal is. We zullen en moeten zorgen dat die banken zich houden die code. We zullen moeten zorgen dat banken het vertrouwen herstellen. Dat doen de Nederlandse banken meer aan dan welke ander land dan ook. En daarnaast zullen we moeten zorgen dat we onze financiële sector het belang laten houden wat het nu heeft. Wij zijn een zevende land met de handel. We zijn vijfde land met investeringen. En we zijn het negende land als het gaat om financiële centra. En wij hebben internationale banken nodig. Maar waarom zegt u dit allemaal? Is dat omdat de Tweede Kamer die positie benadrukt? Nou, dat zeg ik ook omdat de heer Plasterk de nadruk legt op nutsbanken. Mm-hmm. En dat het nutsinstellingen zijn. Banken hebben twee kanten. Het nutsbankieren en daarnaast is een bank een onderneming. En hebben we de rest van de kapitaalmarkt nodig om te financieren de grote problemen waar we op staan. De gezondheidszorg. Wilt u die functie scheiden? Want dat was namelijk een voorstel van de commissie De Wit, waarvan de bankensector zei, dat kan je niet scheiden. Als je hem namelijk kunt scheiden, dan zijn we klaar. Want dan zou ik zeggen, voor de nutsfunctie staan wij als belastingbetaler garant en beperken we de salarissen. En wat er dan in de rest gebeurt, dat zoek je dan maar uit. Maar daarvan zegt u, dat kan niet. Ja, en dan kunnen we niet anders dan zeggen, dan moeten we voor het hele cluster, zullen we overheid grenzen moeten stellen aan die extreme. Maar u heeft ook genoemd die motie die is ingediend, die met terugwerkende kracht de bonussen van bankiers die op een staatlening zijn gebaseerd terug wil halen. Daarvan zegt iedere jurist, dat kan helemaal niet. Als iemand iets heeft gekregen, kun je niet met terugwerkende kracht wegpakken. Dat is niet helemaal waar. Er waren vandaag twee juristen die zeiden, het zou technisch wel kunnen. Maar ik heb daar ook meteen in het debat al van gezegd, die terugwerkende werking, dus die helft van die motie. U heeft die motie gesteund, hè? Ik heb die motie uiteindelijk gesteund, omdat alle andere moties... Dat noemt meneer Staal populistisch. Laat me nu even wat u vindt, maar ik ga nu even uitleggen waarom we dat hebben gedaan. Ja. De bankenlobby is heel, heel effectief. Kennelijk ingeslaagd om andere voorstellen om die codes naar de toekomst te beperken, wettelijk, om te zorgen dat daar... er is niet voor gestemd. Er bleef maar één motie over, dat was die van de PVV. Die had een terugwerkende werking, waarvan ik heb gezegd, nou, dat vind ik ook niet de fraaiste. Maar ook natuurlijk de bedoeling om het voor de toekomst wettelijk te regelen. Toen heb ik gezegd, en overigens ook de woordvoerders van de SP en van GroenLinks... Mm-hmm. En van de PVV, dus de Kamermeerderheid, hebben gezegd, nou, we nemen deze motie aan. En dan gaan we binnenkort met de minister in debat. Ik hoop dat we dat volgende week of zo kunnen maar doen. Maar dat is dus kiezersbedrog. Dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Maar meneer Plasterk, we zouden toch twee dingen moeten kunnen doen. Dat is wat er gezegd wordt op de staan. Kiezersbedrog. Ja, maar ik vind dat eigenlijk geen plek hebben. Ik vind dat uw plek niet. Nou, waarom zou dat onze plek niet zijn? Ik vind dat... Als u zich beklaagt over de toon. En u wendt zich tot de politiek met een brief. U beklaagt zich over de toon van uw financieel woordvoerders in een brief. Een van mijn collega's die stoorde zich eraan. Die zei dat is naar de fractievoorzitters gestuurd. Weet je, dat is ook zoiets van... Dan waarom zou je geen brief naar fractievoorzitters mogen sturen? Omdat ik naar een bovenliggend belang vraag, meneer Plasterk. Het bovenliggend belang is de toekomst van onze financiële sector. Een parlement heeft twee taken. Controleren en een bestuurlijke taak. Ja, ik ken de taak. En de bestuurlijke taak, daar zullen wij ons op moeten concentreren als het gaat om de financiële sector. Als u zegt, nutsbankieren, zakenbankieren kunnen niet scheiden en daarom dat zullen zegt we... U? Nee, ja, maar als u dat bevestigt. Nou, laten we dat dan zo zeggen. Nee, ik wil daar nog best over praten. Nou, ik denk dat het niet kan. Dit is terzijde. Maar waar het om gaat is dat ons land heeft een financiële sector met een aantal internationaal opererende banken. Die internationaal opererende banken zijn de bloedsomloop van ons bedrijfsleven en zijn ook nodig voor de overheidsinvesteringen die uw Kamer wil doen. Gezondheidszorg, duurzaamheid, infrastructuur. Dat kan alleen als er een commitment is van Nederlandse banken die internationaal opereren en die meer doen dan nutsbankieren. Nutsbankieren is het ophalen van spaargeld. Maar legt u nu uit waarom u de brief heeft gericht aan de fractievoorzitters, dus zeg maar meneer Cohen in plaats van meneer Plasterk, terwijl hij de woordvoerder in de Tweede Kamer is? Nou, ik vind dat er ook niet toe doen. Wij hebben de brief geschreven aan de fractievoorzitters omdat wij graag zouden zien dat het en is dat het en kijken is naar hoe banken zich gedragen en het vertrouwen herstellen, maar dat het ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het parlement is om te gaan staan voor onze financiële sector. Die financiële sector, daar kunnen wij niet zonder. Wij moeten niet een België worden zonder financiële instelling. Dat blijft helemaal niemand. Maar dan zullen we wel twee verantwoordelijkheden moeten oppakken. Ja, maar dan moet u dus ook de verantwoordelijkheid accepteren en anders dan wordt u er gewoon voor gesteld, wat mij betreft, dat het parlement op een gegeven moment zegt voor deze sector. Ja, maar wij hebben die verantwoordelijkheid opgepakt.
meneer Staal. Voor deze sector waarvoor wij als belastingbetaler garant moeten staan, die we niet kunnen missen, die vitaal is voor onze economie, gaan wij niet accepteren dat we volgend jaar weer in de jaarverslag bonussen van 1 miljoen zien staan. En dat gaan we nu wettelijk beperken. Met alle respect, we hebben een code vastgesteld met het kabinet waarin u in zat. Er is afgesproken dat in september een verslag verschijnt of die code wordt nageleefd. Alle signalen zijn er naar dat die code wordt nageleefd. Als u zegt er is reden om de code bij te stellen, moeten we dat debat hebben. We gaan dat zien in september. Bedankt u beiden voor het debat.